Dan gaan we het over die mooie natuur hebben. U vertelde het net al een beetje. Ja. Er moet dus meer variatie komen. Ja. En wat is het plan nu dan voor de Sallandse Heuvelrug? Voordat ik het plan uit ga leggen, zou ik graag even willen vertellen dat Staatsbosbeheer grond heeft op de Sallandse Heuvelrug, maar ook natuurmonumenten. Ja, daar werken jullie samen. Ja, precies. We werken nauw samen. We stemmen ook het beleid op elkaar af. Lijkt me nogal wie dus, want het is van jullie beiden. Precies. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij iets heel anders doen als natuurmonumenten. Dus er is heel veel overleg samen. En de provincie is degene die ons de opdracht daarvoor geeft. Dus de provincie heeft bedacht van er moet meer diversiteit komen. Ja. Meer ruimte voor de heide. En dus gaan jullie ook deels bomen hakken, want anders is er niet genoeg plek. Ja, nou meer ruimte voor de heide. Dus ik had het net al over de verzuring van de grond, wat een probleem is. Dus de soortenrijkdom die achteruit gaat. Maar ook de versnippering. Ja, dus we hebben, als je kijkt naar 1800, de situatie in 1800, zie je een Sallandse Heuvelrug waar af en toe een boom staat. En verder is het helemaal kaal. Was geen heide? Allemaal heide. Alles was allemaal heide. En stuifzand. Maar dus maar geen die bomen bos. Zijn er later gekomen. En rondom het gebied was het hartstikke nat. Want het water wat op de Sallandse Heuvelrug naar beneden zakte, dat gebeurt dus nog steeds. Dat gaat via onderaardse stromen, dus naar de randen van het gebied. En daar komt het weer op. Okay. Maar dat systeem... Dat moet dus weer een beetje terugkomen. Dat moet hersteld. Wat jullie gaan proberen is het om er over 10 jaar zo uit te laten zien. Daar hebben we een paar plaatjes van hoe het zeg maar nu is. Dit is een stukje... komen regelmatig, dus je moet je scherp de bocht af met je racefiets. Ja. Over 10 jaar ziet het er dus zo uit. Dit is een ander plekje, dit was nu en dit is over 10 jaar. Ja, daar zit wel enig verschil in. Deze is misschien wat duidelijker. Dit is op het uitkijkpunt, hè? Hoog in de bergen. En dan toch wel aanzienlijk minder bomen. Dat is dus ook echt daadwerkelijk de bedoeling. Hakbel erin. En dan meer ruimte maken. We gaan het veel meer open maken. Dus niet helemaal terug naar de situatie wat ik net beschreef. Het wordt absoluut niet kaal. Het wordt geen 1800. Nee, en het gaat ook helemaal niet... als je eigenlijk nagaat, het is maar 3% van de totale ruimte waar we in bezig gaan. Dus waar hebben we het over? Maar zijn er dan ook mensen die al zeggen van... ja, maar wat gaan jullie doen? Die bomen moeten blijven staan. Mensen die zich gaan ketenen vast aan de boom. Nog niet, nee. Maar wij communiceren het wel heel goed. Want we willen graag vertellen waarom we dit doen. Er zit dus echt een goed plan achter. We hebben een aantal problemen en we proberen daar zo oplossingen voor te zoeken. En dat is het verhaal. En daarvoor organiseren wij ook informatieavonden om mensen daarover te vertellen. Oh, dus als mensen zorgen hebben of ideeën of vragen, dan kunnen ze daar... Ja, heel graag. Welkom. Als je gaat naar de site van de Sallandse Heuvelrug, dan zie je wanneer het waar wordt gehouden. Ja, we zullen een linkje zetten op onze website. Volgens mij is morgen de eerste, hè? Donderdag. 6 april in Nieuw-Heten. En dan volgende week ook weer. Dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. Dus in Holten, in Rijssen en in Nijverdam. Maar op die manier willen jullie mensen dus voorlichten om te voorkomen dat mensen zeggen van wat zijn ze daar nou aan het doen? Ja. Ze kappen heel die prachtige heuvelrug leeg. Ja. En het is natuurlijk zo, als jij daar komt als bezoeker en we zijn daar zo aan het werk. Het is in de wintermaanden, want dan ligt de natuur stil. Dan verstoren wij het minst. Ja, dan is het gewoon even slecht. Ja. Slecht. Het is anders. Je hoort het is blubberig. Je moet zagen aan, en hakken en een heleboel... Ja, het is even daar waar gewerkt wordt. Ja. Ja. Kent u het gebied? Ja, uiteraard. Ja. En als daar een paar bomen plat gaan, probleem? Of zegt u van nee? Als dat de biodiversiteit ten goede komt? Ik denk altijd, maar het zal ergens goed voor zijn. Ja. Toch? Ja. Het is in totaal 150 hectare. Ja. Heide, of bos wat omgevormd wordt naar heide. En verder gaan we dus ook nog in een deel gaan we het wat natter maken. Daar wordt een sloot gedempt in het centrale deel. Er gaat ook fik in, hè? Dat gebeurt ook, Gaat dat samenvallen met Pasen? Want dan hebben we meteen een nieuw paasvuur erbij. Nee, dat doen we niet, want het is nou broedseizoen. Hè? Oh, 15 maart begint het broedseizoen. Goed idee. Nee, we moeten nou echt de natuur met rust laten. Maar in de winter wordt dat wel gedaan. Waar is dat goed voor? Als je het vuur erin zet, zoals we nu zien. Dat is een mooi filmpje. Ja. We willen graag variatie in de heide hebben. Dus de oude heide, dat zijn hoge pollen. Nou, dat komt wel tot je knieën als je erdoor loopt. Dat is heel erg belangrijk voor vogels die daaronder zitten te broeden, bijvoorbeeld. Maar daarnaast willen we ook graag lage heide, jonge heide. Want daar komen de insecten weer op af. Okay. Dus die structuur in de heide is heel belangrijk. Dus je moet een beetje een combinatie hebben. Ja. Waar de Sallandse Heuvelrug ook wel vaak over gaat, is die ene vogels, die korhoenders, geloof ik. Korhoen. Maar daar is dus dat oude heide. Als ik als leek denk, dan heb je dus de wat hogere. Ja. Of voor het broedseizoen. De korhoen, dat is een vogel die op de grond broedt. Maar het is niet alleen het korhoen. Er zijn er meerdere die op de grond broeden. Nee, en die hebben dus die hoge heide nodig. Want daar kunnen ze lekker beschut onder zitten. Maar als het dus nieuwe aanplant is, dan duurt het dus even voordat daar weer ook heel veel vogels
kunnen. Het moet natuurlijk, als het een kaal gebied is, als het net omgevormd is, duurt het even voordat de heide opkomt. Maar dat gaat heel snel. Na een paar jaar staat er echt heide. Ja, ja, dat heb ik meestal ook. Als ik een plantje koop bij de intratuin, dan schiet hij ook zo de lucht uit. Wie weet. Goed, dankjewel. Iedereen weet nu hoe het ervoor staat. En als ze meer willen weten, kunnen ze het opzoeken op de website. Welkom op de avonden ook. Helemaal goed, dankjewel.